Mijn, ja, mijn ontspanningsmoment, zeg maar, op de dag. Als ik eventjes zit en even naar de vissen kijk, ja, geeft me rust in mijn hoofd. Dus, en ja, dat ik even ja, mijn geest ja, op nul kan zetten, zeg maar. Een soort meditatie. Dit zijn allemaal mijn baby's. Ik heb ze allemaal zelf opgekweekt. Dus ze kennen me zeker, ja. Ja, dit is Otovarix tetrastigma. Die gele zijn Labiogomus yellows. Met die lege patroontje erop, dat zijn Nimbogomus polystigma's. Deze oranje zijn Alnocara firevissen. Dat zijn Placidogomus blackface met die zwarte gezichten. Toen ik jong was, wou ik echt vissenkweker worden. Dat was echt mijn droom, bioloog. Uiteindelijk is het ja, raar genoeg tot toch mijn droom uitgekomen. Ja, eerst 10 jaar niks mee gedaan en vervolgens weer een aquariumpje genomen. En, ja, toen was het hek van de dam. Wat is kenmerkend aan deze vis? Ja, dat ze goed zijn ja, in zich aan te passen aan de omgeving en ja, te overleven. Daarvoor hebben ze ook de jonkies bewaren de vrouwtjes in de mond. Zodat ze die altijd met droogte bijvoorbeeld mee kunnen nemen. Het is altijd wel spannend een beetje. Ja? Ja, want toch heel theoretisch, heel gevoelig, heel zachtjes doen. Dat ze niet, ja, dat ze niet hard knijpt. Dat ze niet op de jonkies bijt. Dat is altijd wel... Is het goed gegaan nu? Ja. Ja, dus alle jonkies die zwemmen er nu bij. Heel wat? Ja. Dit zijn jonkies. Nou, hier heb ik nog wat verkoopvissen zitten. Heb ik zelf allemaal op laten groeien. Het zijn allemaal jonkies van mezelf ooit geweest. Allemaal jouw kindjes? Het zijn allemaal mijn kindjes, ja. Maar wel, die worden verkocht? Ja, helaas moet ik ze ook weer verkopen. Ja, vind je dat wel een beetje helaas toch? Nou, soms heb ik wel een beetje pijn in mijn hart, ja. Als ik een bepaalde soort weg doe. Ja, dat zo lang, ik heb een jaar over gedaan om ze op te kweken. Ja, dan doet het soms wel een beetje pijn om ze weer weg te doen, ja.